Voor me staat Is van Rij, redactiechef aan Muiderkrant en Dagblad Kennemerland moet ik zeggen. Kijk, want alle kandidaten komen uit Velzen dit keer en dat is nog nooit eerder gebeurd. Nou, er is een publiekstelling geweest en bij die telling, daar zijn de meeste stemmen uitgebracht op 6 finalisten. En deze finalisten komen uit Velzen. Dat betekent niet dat er op de andere finalisten of de andere kandidaten niet is gestemd. Uiteraard wel, maar net niet genoeg om bij die laatste 6 te zijn. En nu is eenmaal zo de afspraak. Die laatste 6 die komen nu voor de jury. Dan is het eigenlijk weer van helemaal begin af aan. Is blanco. Hebben alle 6 evenveel kans om te gaan winnen. En de jury gaat nu bepalen wie uiteindelijk de IJmonde van het jaar wordt. Mijn naam is Theo Vroesel en ik ga u proberen om vanavond een beetje door het programma heen te leiden. En het zou fantastisch zijn als we zo tegen de klok van 10 uur uiteindelijk weten wie gaat de IJmonde van het jaar opvolgen. Voor de winnaar ligt er een avondje uit klaar hier bij het theater. En natuurlijk is er ook de felbegeerde trofee, IJmonde van het jaar. En het leuke is dat hij zo volop in het licht staat, dus u kunt hem ook echt heel goed zien. Burgemeester Wendy Verdijk is gelijk ook de allerbelangrijkste van deze jury, want ze is de voorzitter van de gemeente Beverwijk, Hardaar Erel. De burgemeester van Heemskerk, Mieke Balters. Wethouder gemeente Velzen, Jeroen van Verwoord, laat ik het goed zeggen. Van ons krant, de hoofdredacteur Hugo Schneider. Directeur landgoed Duin en Kruidberg, zonder en maar met ook een soort tekentje ertussen, volgens mij Bernard Lensink. En op de hoek van KVSA, de directeur Florian Vreeburg. Dat is Eline Smit en die komt samen naar voren met ambassadeur Rianne Moerder. Als je in bent of niet, dat maakt niet uit voor zanglerares Eline. Hakuna Matata, het is maar hoe je het ziet. Want je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. Zo'n beetje alle leeftijden komen naar Driehuis. Muzikale lessen van Cool Creative Productions. Wij danken jou naar huis en heimo. Voor al je werken brengt de mensen dichter bij elkaar. En dan samen met Cool, alles geven op je dag. Voor het samen dansen, spelen, zingen. Genomineerde vanavond, het is de jongste kandidaat. Ik vraag u applaus voor Hinne Nouwe met zijn ambassadeur Chris Nouwe. Ik ben best wel gespannen. Beetje. Ik heb een zeldzame vorm van leukemie. En ik ben nu herstelend en daar helpt Hans de fysiotherapeut met mij. Mijn conditie en mijn kracht weer omhoog te halen. De 13-jarige Hinne is dus ernstig ziek geweest. En nu zet hij zich in voor anderen. Met zijn stichting Hidden maakt hij van alles mogelijk. Zo kunnen nu gezinnen met een ernstig ziek kind in een chalet vakantie vieren. Omdat ik de kinderen die ziek zijn even het gevoel willen geven dat ze niet meer ziek zijn. Even weg kunnen van het ziekenhuis. Het is eigenlijk een eindloos verhaal. Een triest verhaal, een gelukkig verhaal. In dit moment is het alleen maar gelukkig voor Hidden dan. Ik was heel erg ziek. Ik had leukemie. Een zeldzame vorm van leukemie. Na een hele lange periode ben ik nu aan het herstellen. En het gaat goed met mij. Om ons doel te bereiken hebben we geld nodig. Dit doen we met behulp van de Club van 100, donaties, sponsoren en door evenementen te organiseren. Ons laatste evenement was in Beverwijk. Voor gezinnen die arm zijn. We hebben ze uitgenodigd voor een kerstdag. 120 mensen kwamen op die uitnodiging af. Het was een geslaagde dag. En dit jaar willen we het weer organiseren. En dan kunnen wij, hij moet echt op de kaart zetten. Jelle runt een gezin en een bedrijf. En toch is zij de drijvende kracht achter de komst van de natuurspeeltuin. Als eerste dacht ik, ik vind het leuk als er weer een speeltuin is voor mijn zoontje. Ten tweede, het is eigenlijk mijn voortuin, dus het verlengde van mijn huis. En ten derde, ja, ik vind dat Zeewijk dit gewoon nodig heeft. De toestellen van de oude speelplaats waren zo'n beetje allemaal afgekeurd. Maar Marielle liet het daar niet bij zitten. Eerst moest er geld ingezameld worden.
Ik heb heel veel moeten bellen, mailen en achter mensen aan moeten zitten. En ja, dat is gelukt. Uiteindelijk hielp de Eimond dankzij de onvermoeibare inzet van Marielle en haar team. Ik heb 130.000 euro bij elkaar gebracht dankzij fondsen en sponsoren. De speeltuin leeft weer met nieuwe toestemming. En dat allemaal dankzij het ophalen van het enorme geldbedrag. De natuurspeeltuin is nu belangrijk voor de wijk met spontane ontmoetingen en veel speelplezier. Vooral dankzij Marielle. Het zou voor mij een hele eer zijn als ik Eimonder van het jaar zou worden. Zo. Wow. Chris B. van der Zwan is een bekend gezicht bij Telstar. Hij was 2 keer voorzitter, bestuurslid en is nu mede-eigenaar en sponsor. Hij zette zich sociaal in met Playing for Success, dat kinderen met weinig zelfvertrouwen een positieve boost geeft. Kids die dan de spelers ontmoeten in het stadion. Ja, dat was genieten natuurlijk. En, ik heb vaak met ouders gesproken die zeggen, wat zijn we blij dat we die kinderen hierop hebben gedaan. En dat geldt ook voor de toekomst toe, voor kinderen die dezelfde situatie in. Ouders, stuur ze hierheen. De kinderen leren dankzij de voetbalsport op een speelse wijze in zichzelf te geloven. Dat vindt Chris belangrijk, want ze leren sociale vaardigheden en hij had ook nog tijd voor het project Thuis in de Wijk, dat onder meer met sport de wijken in de Eimond leefbaar maakt. Zo, Chris, wat een prachtig filmpje. Daar staat hij. En hij wil het niet weten, maar op 9 juli wordt hij 75 jaar. En dit in deze avond is een allerlaatste mogelijkheid om de beste te doen. Dat is hem. Ed Geels is een veelgevraagd fotograaf in de Eimond. Hij zamelt met de Velsen kalender geld in voor de hospice de Heidelberg in Zandvoort Noord. Die hospice, 90 vrijwilligers, dag in dag uit, staan klaar voor mensen in de laatste fase van hun leven eigenlijk. En daar heb ik zoveel respect voor, bewondering, helemaal nu ik ze heb leren kennen. Zij verdienen het echt. 16.000 euro hebben we opgehaald. Met een paar kalender. En op deze manier kon ik wat terug doen voor iemand. En wat is de fotograaf Eimonder van het jaar wordt? Als ik deze prijs win, ja, het is een super, super grote eer natuurlijk, maar ik draag het gewoon meteen op aan de vrijwilligers van de hospice, want dat zijn mijn helden. Ach, wat gaaf. Nou, mooi licht, hè? Ja. En dat is waarom ik vind dat hij Eimonder van het jaar moet worden. Dank u wel. De bevlogen Suleiman is voorzitter van de IJmuidense Kuba Moskee. Hij slaat bruggen tussen mensen. Hij is zoals de Beverwijkse pont. Nou, we staan nu op de pont. Yeah. Pont verbindt delen van Velsen met Velsen Noord. En dat doe ik ook, verbinden van mensen. Suleiman is werkzaam bij Tata Steel, raadslid voor Velsen Lokaal en daarom altijd geïnteresseerd in wat mensen in de Eimond bezighoudt. Wat wil je later worden? Hoe weet je dat dan? Ja, ik denk nog iets met computerontwerpen, software. Oké. Ja, dat vinden jongeren leuk, hè? Want ik heb zelf ook een zoon. Suleiman brengt mensen vanuit allerlei achtergronden keer op keer samen, om zo culturele verschillen te overstijgen. Nou, omdat ik belangrijk vind dat je wat voor de medemens moet doen. Hè? Want in Velsen leven mensen met allerlei achtergronden en daar is een instrument voor nodig soms om die mensen bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld de iftarmaaltijden, we hebben een cultureel festival georganiseerd, waar we mensen naartoe komen en op die manier raken ze met elkaar in gesprek. Suleiman organiseerde daarom vanuit de moskee allerlei braderieën en open dagen. En hij weet al wat hij gaat doen, mocht hij Eimonder van het jaar worden. Maar ik wil het uitbreiden. Daar hebben we het op kleine schaal gedaan met een aantal activiteiten. Maar dat kunnen we met veel grotere activiteiten doen. In bijvoorbeeld Velsen Noord zou dat kunnen. Daar varen we nu naartoe. Dat zou ik graag willen doen. Mooi filmpje. Prachtig verhaal. Er is heel veel onwetendheid in de wereld. Ja, ja, vaak dan zien ze de moskeeën staan. Ja, ja, het is een moskee. Wat doen ze daar eigenlijk? Nou, eigenlijk probeert eigenlijk Suleiman Çelik eigenlijk, ja, om een brug te bouwen tussen die mensen. En dat doet hij dan heel goed door middel van iftarmaaltijden. Want ja, eigenlijk, ja, het eten, dat brengt toch mensen weer samen. Dat is toch weer een soort van overeenkomst. Ja, vanuit dat punt vind ik eigenlijk dat hij de Eimonder van het jaar moet worden. En hij mag best in het zonnetje worden gezet. En nou, ik denk dat het een hele mooie erkenning is voor Suleiman Çelik. Of hij nou wint of niet,
Maar deze plek in de finale en voor dit platform, dat moet eigenlijk al een feestje zijn. De IJmonder van het jaar 2018 is geworden Ed Geels. Oh, tot slot, Ed. Een hele korte reactie. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik ben een beetje sprakeloos, want het moet duidelijk wat een winnaars die zijn. En ik heb maar een paar foto's gemaakt. Ed Geels, IJmonder van het jaar. Je moet een blij mens zijn. Ik ben zo verrast. Ik ben dolgelukkig. En ik heb er wel naartoe geleefd. En vanmiddag, toen begon ik echt zenuwachtig te worden. En ik ben dankbaar natuurlijk voor alle mensen die op me gestemd hebben. Maar ook op Henk Brandjes natuurlijk, die mijn ambassadeur is en die mij zo ver gekregen heeft en die iedereen heeft overgehaald dat ik het maar moest worden. Want je ziet naast wie ik sta. Het zijn allemaal helden. Het was wel een concurrentieslag nog, hè? Want er waren toch 6 prachtige genomineerden. Ik had het niet verwacht. En dan ga ik steeds weer, dan heb ik het over die kleine jongen. Dat is mijn held dan, als je dat ziet. Wat is je volgende project? Je hebt vast al iets op de rol staan. Nou ja, Jeff en ik hebben al gezegd, Jeff Volkerts, daar heb ik natuurlijk de kalender mee gemaakt. Jammer dat hij er niet is vandaag, maar daar gaan we nog een nieuw project mee maken. Een nieuwe kalender, nieuwe ideeën. Ik zit al helemaal vol met ideeën, dus daar gaan we weer mee aan de slag. Kortom, we gaan nog veel van Ed Geels horen. Ik hoop het wel. Ja. Dankjewel, veel plezier. Hartstikke bedankt. Echt super. Helemaal te gek. Dankjewel, hè. Okay.